We zijn hier op bivak, een driedaagse, om wat kennis te maken met het leger. En maken we wat activiteiten mee, dat we al een beetje een voorproefje krijgen van eventueel als je naar het leger zou willen. We hebben gisteren een simulatieoefening gehad van te schieten. Dat is wel cool. En s'avonds gaan we wandelen en de kaartleesoefening doen. Dus. Sinds vorig jaar hebben ze geleerd hoe dat ze een kaart moeten interpreteren, wat de belangrijke kenmerken van een kaart zijn, hoe ze een kompas moeten interpreteren. Ze hebben van dag 1 eigenlijk geleerd hoe dat ze coördinaten moeten bepalen, hoe dat ze op graden moeten lopen. Ze hebben geleerd hoe dat ze merkschetsen moeten maken, hoe dat ze zichzelf moeten camoufleren. En dat moeten ze hier vanavond allemaal in de praktijk gaan omzetten. Dus krijg ik mijn eerste punt, moet ik al gaan zoeken op mijn kaart en dan moet ik daarna vertrekken. En zo steeds op mijn punt krijg je mijn volgende punt. Het zou 15 kilometer zijn, dus hopen dat ik niet verkeerd loop. Dus het thema van het kamp deze keer is overtref jezelf. Dus we testen elke persoon individueel. Daar waar we zagen dat vorig jaar veel mensen met de groep meewandelden en enkele mensen het initiatief namen, is het nu echt belangrijk dat ze per persoon initiatief nemen, want ze zijn alleen op stap. Ze zijn speels, ze zijn jong, maar ze zijn wel geïnteresseerd. De meesten in de richting zelf kiezen ook effectief voor de richting. Ze zijn ook echt geïnteresseerd om militair te worden. Dus voor ons is het wel leuk om die ervaring mee te geven en om ze warm te maken voor het beroep.